mij is deze plek heel speciaal omdat het echt een ontsnapping is vanuit de drukte van de stad. Ik kom hier wandelen met Mick. Ik vind het hier zo leuk omdat er echt veel groen is, veel vogels, veel andere rondjes, losloopweides, alles wat hij eigenlijk graag heeft. Vroeger hadden wij hier wat we noemden grote speeltuin, een klassieke speeltuin met heel veel grote speeltoestellen. Na ruim 20 jaar was die versleten en hebben wij moeten afbreken. Nu is het eigenlijk meer de bedoeling dat het een avontuurlijk speellandschap wordt. Wat betekent dat er een beek in meandert nu met stranden op. Er komen wat heuvels, een kleihoop om af te schuiven. We hebben wat groenvoorziening gedaan, van bloemenwijs ingezaaid. Natuurlijk ook gazons voor picknickweides enzovoort. Maar dan evengoed wat fruitbomen aangeplant, klimbomen enzovoort. Het wordt echt een avontuurlijk geheel. De kinderen kunnen hier vrij hun creativiteit laten uitbarsten en van alles en nog wat vinden om hun plezier tot hun recht te laten komen. Het is vlakbij Leuven en ik heb echt niet het gevoel van bij de stad te zijn. Het is even helemaal weg van de drukte. We zijn nu eigenlijk nog bezig met een paar laatste werken. Zo wat takkenwallen maken om wat plekken een beetje gezellig te maken. Er komt nog een hekwerk rond, zodat er een barrière is tussen de weg van ons domein en de effectieve speeltuin. Op 6, 7 en 8 mei staat het grote openingsweekend op ons programma. 6 mei speciaal voor de scholen, 7 mei voor het grote publiek, 8 mei specifiek voor de jeugdbewegingen. Als grote verrassing staat er een groot internationale act op het programma. Dat wordt een stevige verrassing voor alle bezoekers die er aanwezig gaan zijn. Ik zou bijna zelf zeggen dat ik terug kind zou willen zijn. Het ziet er zo uitnodigend uit en zo groen, zo avontuurlijk. Ik heb eigenlijk bijna zelf zin om mee te gaan spelen.